Maar wat je ook ziet, is dat juist de jongeren die hele specialistische hulp nodig hebben, omdat ze totaal zijn vastgelopen, dat zijn over het algemeen, en ik, ik heb er een hekel aan om dat te zeggen, maar de duurdere vormen van jeugdhulp. Mm -hmm. Ja, die worden nu hier slachtoffer van. Ja. Want de gemeenten hebben lang niet altijd de kennis in huis, niet de financiële middelen. Maar ze zijn ook door de marktwerking, zijn ze ook gewoon, ja, in die zin minder. Ja, valt daar minder aan te verdienen. Ja. Hoe, hoe gek ik het ook vind om dit hardop te zeggen over jongeren. Maar dat is eigenlijk hoe het werkt. Ja. En, en dat deel moet je echt terugbrengen naar landelijke specialistische centra.